Yo, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb weer een nieuwe video vol befores en afters voor jullie. Ik heb weer een aantal beelden verzameld en het leek me gewoon heel leuk deze met jullie weer te delen. Wat ik nog even wil melden bij jullie is iets wat ik al vaker heb gelezen onder mijn video's en onder de video's van Laura en noem maar op. Op het moment dat je wenkbrauwen doet bij mensen, in die zin verven, epileren, waksen, dan verf je namelijk altijd net iets te sterk en te dik op het moment zelf. Het is een soort spoeling. En die spoeling die gaat namelijk na de eerste twee douchebeurten vervaagt die van de huid. Dus het klopt inderdaad dat die altijd een beetje te heftig en te sterk op de huid zit. Want ik lees het namelijk zo vaak dat mensen inderdaad, het is heel mooi maar veel te dik. Het is mooi maar veel te heftig. Dat klopt ook. Wij kunnen dus alleen op het moment zelf dat we net klaar zijn die behandeling filmen. En het beste resultaat heb je altijd 1 of 2 dagen daarna. Dus mocht je het inderdaad te heftig vinden, ligt het gewoon aan de verf zelf. Die nog een klein beetje op de huid zit. Dat jullie het weten, we zijn ons daarvan bewust. Dus hier komt-ie. En veel kijkplezier. Ciao. Oké, we zijn weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ben weer in de salon en ik begin gelijk met een wimperklant. Ze heeft nog nooit wimpertjes gehad. En ze gaat op vakantie en ze wil heel graag wimpers proberen. Dus ik ga een naturel set beide proberen en ik ga even de voor- en na filmen voor jullie. Hier komt-ie. Yes, hier is ze. Zoals je ziet heeft ze van zichzelf hele mooie wimpers. Het geluk wat ze heeft is dat ze gewoon heel veel wimpers van zichzelf heeft. Waardoor een nieuwe set gewoon een heel mooi effect wordt. Mag je ogen even openen? Wat een mooie kleur ogen heb je trouwens. Dank je. Heel mooi. Oké, before. En this is the final result. Kijk maar. Mag je jezelf even. Oh my god. There you go, hon. I love it. Nou, het staat je echt heel mooi met deze wimpertjes, maar ook je ogen zijn heel, heel, heel mooi. Jeetje, wat tof. Happy holidays! Ik heb weer een volgend klantje in mijn stoel liggen. Ze heeft een keer eerder wimperextensies gedaan en nu zit ze bij mij in de stoel. En ik ga deze ook filmen voor jullie. Ze heeft hele mooie groene ogen, hele mooie donkere rand en vele dikke wimpers. Maar ja, het mag altijd net even wat langer en wat dikker. Dus ik laat jullie er even naar voren en na zien. Zoals jullie zien heeft ze hele mooie sterke dikke wimpers van zichzelf. Maar inderdaad, het mag altijd net even wat sterker. Can you open your eyes? Thank you. Before. En we zijn klaar. Ik heb er gewoon een simpele lengte op gedaan. Lengte 11. Dat is niet te lang. You can open your eyes. Beautiful. Het is gewoon een C-curl. Not too much, but just beautiful. En ik heb mijn volgende klant inmiddels in de salon zitten. En ik ga even haarstyling doen bij haar. Ze wil graag de haar opsteken, dus we gaan even kijken wat nodig is. We gaan even kijken wat mooi bij haar staat. En dan laat ik jullie zometeen even naar voor en daarna zien. Komt-ie. Dit is voor. Zoals je ziet heeft ze prachtig mooi lang haar met een zachte slag erin. Ik ga het eerst even licht feunen en dan ga ik het opsteken. En dit is de after. Ik heb de bovenkant getoupeerd, zodat je daar mooie bollingen krijgt. De achterkant gekruld met een steltang, aangezien het echt code rood is buiten. De voorlok die heb ik gekruld, maar die heb ik zo vast gezet met een speld, zodat je die vanavond los kan halen. Dan heb je echt een mooie weave daar. Ja, en deze kant zit ook met een lok vast. Het is weer tijd. Tijd voor wat? Tijd voor baton. Tijd voor voeding. Tijd voor eten. Het is niet normaal. Het stormt vandaag zo hard. Het is code rood. Het is wel dope eigenlijk, maar de wolken, ik weet niet of je het kan zien. Maar die gaan zo hard, hoor. Ja. Op de video kun je dat niet zien. Het ziet er eigenlijk helemaal niet zo tof uit. Ik durf het eigenlijk bijna niet eens te filmen, jongens. Maar ik heb het weer, hoor, met mijn rare gewoonte. Ik heb serieus, wat heb ik gehaald? Linzensoep in een bakkie. En ik vind het super lekker. Maar ze hebben een broodje rookworst met zuurkool en sla en tomaten, mosterd, mayo of zoiets. Geen idee, maar het is zo lekker. Dus ik ga even eten. Het is weer een volgende dag en ik ben weer een nieuwe dag in mijn salon. Ik ben vandaag in mijn eentje, want José is er niet. Elna is er ook niet. Maar ik ben hier speciaal naartoe gekomen, want ik heb weer een special guest. De special guest van vandaag is... Hup, hup, roekeroekeroe, daar zit hij dan, hoor. Daar zit ik dan. In mijn stoeltje. Helemaal wenkbrauwloos alles. Ik kwam hem tegen bij de Fashion Week en we stonden even te praten en ik keek naar zijn wenkbrauw en ik dacht... Waar zijn ze gebleven? Fred,
Kom alsjeblieft even bij Fred en ik ga gewoon je wenkbrauw doen. Fred, ja, goed, hè? Hoe leuk. Dat is ja, nu al een hit. Lau heeft mij gewoon zo verpest. Hij noemt mij al jaren Fred. Ja. En op haar kanaal, op YouTube. I know. Dus er zijn mensen die kennen mij zelfs alleen maar als Fred. Maar hij heet ja. Alfredo. Alfredo. En jij bent de echte. Maar goed, dus wat gaan wij doen? Ik zoom even een klein beetje, een beetje in. Alles! Zoals je ziet, heel mooi aan het begin. Maar inderdaad, hier aan de zijkant mis gewoon echt een beetje brow, jongens. Ja. Dus we gaan het verven, een klein beetje waksen. En zo even het eindresultaat. Leuk dat je er bent! Gezellig! Helemaal brak alles. Hij ziet er goed uit. Dankjewel, schaat. Jij ook. Dus het is een shoot. Zo lekker robuust. Lekker is schaat. Ja, ik vind ze wel anders. Anders, hè? Ja, ja. Dit is de look for today. Ja, dit is helemaal 2017, dit. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Ik heb deze wenkbrauwen nou, jongens. En kijk hoe? Dan, en hoe? Linksom, rechtsom, ze zitten er. Ik hou er wel van. Goed gedaan, hoor, vriend. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Maandag. Wat had je anders gedaan op maandag? Ik had hele andere plannen, maar ik moest sowieso even door Amsterdam. Dus ik maak gewoon eventjes een stop. I love him. Hey, goed, toch? Knap! Heerlijk! Dankjewel. Ik hou ervan. Als je me terugkomt. Ik kom zeker terug. Top. Dankjewel. Zeker terug. Tot snel. Oké, top. Ik heb weer een nieuw klantje. De wimpertjes zijn helemaal gelukt. Ik heb nou de wenkbrauw van mijn volgende klant in de verf zitten. Dat laat ik jullie heel even zien. Dit zijn de wenkbrauwen. Ze heeft het geluk dat ze van zichzelf een hele mooie volle wenkbrauw heeft. Maar ze zijn her en der een klein beetje blond. Dus we doen eerst even een beetje verf erop. En zometeen het eindresultaat. Sing voor me. En de bijeenkorf. Nu zijn het mini. Nee, bijeenkorf heeft daar ook een soort van bijeenkorf. Ah? Zij hebben echt een groot... Nee, maar daar is ook zo de Kantax. Dank je wel. Oké, en we zijn weer een nieuwe dag. En ik zit weer op mijn welbekende krukje. Want ik heb weer een nieuwe wimperklant. Zij is bij me gekomen. Het is eigenlijk een klantje van José. Ze doet altijd de wenkbrauw bij hem. Maar ze wil een keer wimper extensions proberen. En ze is hier voor het eerst. Ik ga jullie even een voor en een na laten zien. Zij ligt hier in mijn stoel. En zoals je ziet heeft ze gewoon hele mooie wimpers van zichzelf. Maar we gaan er toch even wat bij zetten. Dus ik doe gewoon een lengte 11 doe ik erbij. En dan 10, 9, 8 naar de binnenkant. Omdat het de eerste keer is wil ik niet te heftig beginnen. Dus zometeen het eindresultaat. Zo, ik... Ik ben weer bezig met mijn volgende klantje. Zij heeft een D-curl wimper extensions. Alleen zoals je ziet is bijna alles er al uit. Er zitten echt nog her en der een paar kleine haartjes. Maar ze heeft nog allemaal gezonde haren van zichzelf. Dus we gaan het gewoon weer opvullen. Before. En we zijn weer klaar. De wenkbrauwen zijn gedaan. De wimpers zijn gedaan. Mag je ook even open doen? Yes. Alsjeblieft. Dank je. Ik ben net thuisgekomen en ik moet jullie toch even wat meegeven. Dit is zo'n lief beest, maar echt de grootste poesie op aarde. Heel lekker ding. Weet jullie waarom? Het regent namelijk buiten. En dit beest krijgt gewoon paniek. Dus tegen de muurtjes aan, tegen huizen aan... Tegen, zo dicht mogelijk tegen de heggen aanlopen naar huis. En me echt zo aankijken als we nog een blok verder gaan. Van, hey, kijk. Nou, nu doet hij het waarschijnlijk niet meer, want ik heb hem net de hele tijd afgedroogd. Maar als ik het dus niet deed, ging hij echt over de grond. Want waarschijnlijk jeukt gewoon zijn vacht. Dus het is eigenlijk ook wel weer zielig en begrijpelijk. Want op een gegeven moment snap je die taal. Dus ik ben met een handdoek zijn hele rug geschopt. Kijk, hij lacht gewoon. Zie je dat? Die is zo lekker, hè. Die vind jij zo lekker. Grootste pussy in het huis. Hey. Ben je nou blij? Hello. Ben je nou blij? Dat is mijn bedankje. Dat is mijn bedankje, jongens. Bloedheet. Yes. Ik ga nog eens met jou in de regen banjeren, vriend. Wil je een koekje? Ga maar zitten. Goed zo. Zit. Goed. Ja, dat was in één keer weer raakjoegie. Ga zit. Zie je die focus?
Goed zo, jochie. Oké, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en kom vooral langs bij mij in de salon. Wil je een afspraak maken, kun je me gewoon benaderen via info@alfredohernando.nl. En dan kunnen we kijken naar wat je nodig hebt en wat ik voor je kan betekenen. Lieve comment en zie je in mijn volgende video. Ciao.